Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Cupido. Mijn naam is Julie en vandaag bespreken we een van de minst leuke zaken die de liefde te bieden heeft, namelijk luddevudde. Liefdesverdriet. Luddevudde, 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 luddevudde. Of liefdesverdriet. Krijg je wanneer je liefde niet wordt beantwoord? I still love you. Maar ook wanneer er een einde wordt gemaakt aan je relatie, kan je liefdesverdriet hebben. Schat, ik weet niet hoe ik het moest zeggen. Ik dacht dat ik heel mijn leven naast u zou wakker worden. Elke ochtend samen, ons ontbijtje nemen samen. Samen, alles samen, jij en ik. Maar soms gebeuren er dingen in het leven die niemand verwacht. En ja, dit kwam ook totaal onverwachts. Ik denk dat ik voortaan voor de pannenkoek kies. Sorry, pudding. Nee, niet droevig zijn als u... Wacht, ik heb een idee. Poef. Is het lekker? De grote vraag is natuurlijk, wat kan je doen tegen liefdesverdriet? Er zijn 1001 mogelijkheden. Vaak zeggen uw vrienden, vergeet die gewoon. En dan denk je bij je eigen, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè? Wel, ik zal jullie vertellen hoe je hem of haar kan vergeten. Verbreek alle contact. Verwijderen op Facebook. Ontvolgen of blokkeren op Instagram. Verwijderen op WhatsApp. Geen mails. Geen brieven. Geen postduif. Postduif? Tenzij jullie natuurlijk vrienden willen blijven, dan mag je vergeten wat ik zo net allemaal heb gezegd. Wat je ook kan doen als je te veel aan je ex denkt, is gewoon alle negatieve kanten van hem of haar naar boven halen. En na een paar minuten ga je denken van, wat heb ik ooit in die persoon gezien? Nu, de kans dat je hem of haar gaat beginnen haten is wel groot, maar dan moet je er maar bij nemen. Alles tegen liefdesverdriet. Maar de gouden tip tegen liefdesverdriet is natuurlijk, check mijn kanaal, check al mijn video's, abonneer voor meer en je bent instant gelukkig. Goeieke. Heb je zelf problemen of zit je met vragen over de liefde? Aarzel dan niet om ze mij te stellen in de comments hier beneden of stuur ze mij in privé door via Instagram. En wie weet beantwoord ik jouw vragen of problemen wel in de volgende video's. Dit was de aflevering voor vandaag. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye.